aangekomen bij de 38e editie van de Batavierrace, de welbekende estafetteloop van Nijmegen naar Enschede. Ik mag dit jaar mee gaan lopen met Den Geitenwolle Sok, de studievereniging van sociologie. De eerste mensen hier zijn achter mij al begonnen en ik ben benieuwd of ik een bijdrage kan leveren aan GWS. Geitenwolle Sok, spreek ik zo goed uit? Ja. Ik mag met jullie mee gaan rennen. Hoe goed hebben jullie getraind? Ja, wel redelijk denk ik. Jawel. Jawel. Ja, ik probeer het op ervaring vandaag. We gaan er gewoon voor. Het wordt hartstikke gezellig in dat busje. We gaan elkaar lekker aanmoedigen en dat komt helemaal. Wel een goede teamspirit? Ja. Ja, bij de Geitenwolle Sok is altijd een goede teamspirit. De bus is net vertrokken. We zijn nu onderweg naar Dinxperlo. Dat is het eerste wisselpunt. Dan nemen wij het over van de nachtploeg. Die zijn vannacht vertrokken om 10 voor 1. Wij zullen als het goed is rond 7:30, 7:45 starten en het overnemen. We hebben allemaal 2 uurtjes geslapen, want de zenuwen werken niet echt mee. En we moesten om 3:30 hier hebben afgesproken voor het sportcentrum. Dus dat gaat nog wat worden. Ik had het echt helemaal niet goed. En toen ben ik toch die finishstreep doorgekomen. En nu heeft Bianca het overgenomen. En ik weet nou niet, hier staat de fiets. Moet ik er nou mee gaan fietsen? Wat moet ik ermee? Ik weet het niet. Waar is iedereen? En hoe ging het? Nou. Dat was waar. Super lekker weer, dus dat helpt. Oh, ben je wel tevreden? Ja. Ja? Ja. Maar het is wel leuk. Nee, ik wil iets sneller. Dat ging vandaag? Ja, het ging wel lekker. Ja, ik moest de 3,5 lopen en uiteindelijk heb ik er 17,5 minuten over gedaan. Vanavond na het feest? Zeker, daarvoor zijn we ook, hè. En hoe heb jij het vandaag beleefd? Ja, ik vond het echt super vet. Het is echt geen spijt van dat ik me ingeschreven heb, ook al had ik dat in eerste instantie eigenlijk wel wat ik gelopen had. Jij was ploegleider van de ochtendploeg. Ben je tevreden? Ja, ik denk echt dat ze stuk voor stuk erin gedaan hebben. Ja, dat is de kracht van het GWS. Dat er altijd shoot en bro is. Thank you.
wel goed, maar ik was zo misselijk. En ik dacht, ja, eindsprint wordt het niet meer, maar gelukkig toch nog de laatste 100 meter 5 mensen ingehaald. Dus dat is wel heel vet. Amai, dat was verder dan ik dacht. Veel tegen? Wat zei je? Viel het tegen? Ja. Vooral als je hier de campus op komt, denk je, ik ben er bijna. En dan krijg je een bordje van 1000 meter. Nou, dan wordt het wel heel zwaar. En nu? Feesten? Ja, ik denk eerst even zitten, wat water drinken en dan aan bier. Ik denk dat ik wel een beetje ga dansen, want daar ben ik wel aan toe.